Lievertjes, 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 wat leuk dat jullie er zijn als jullie kijken in de herhaling of nu live. Goedemiddag. Ik dacht ik kom weer eventjes kletsen, want dat doe ik heel graag zoals de meeste van jullie wel weten. Ik merk dat dit soort kletsmomentjes het altijd heel waardevol maken om voor jullie aan het werk te zijn zo'n dag. Omdat ik dan weer gemotiveerd aan de slag ga nadat ik even met jullie heb gekletst. Soms is het namelijk heel veel computeren de hele dag. En dan is het lekker om ook even een beetje te mensen. Zo. Nou, ik zie dat er langzaam wat mensen binnendruppelen. Hartstikke welkom. Ik hoop dat alles het doet. Misschien kun je even hallo zeggen. En ik ben altijd ontzettend benieuwd wat jullie aan het doen zijn als jullie zo naar mij kijken. Ben je aan het haken? Was je eigenlijk aan het werk? Was je aan het stofzuigen? Heb je het even uitgezet? Wat ben je zo al aan het doen op deze mooie woensdagmiddag? Mooi, niet qua weer, hè jongens. Het is hier ook niet echt weer of zo. Het is vooral grijs, maar het lijkt me toch wel een mooie dag. Dus ik ben ook benieuwd wat jullie aan het doen zijn. Ik ben bezig met een van de haken voor de babycursusprojecten. Dit is een dekentje of een vloerkleed of een boxkleed. Voor de mensen die gisteren keken, ik heb het even uitgelegd. Er komen allerlei verschillende projecten in. Ik ga vertellen waarvoor ik ze gebruik, maar ik ga er ook bij vertellen waarvoor je ze zou kunnen gebruiken. Dus ja, iets wat een dekentje kan zijn, kan ook een boxkleed zijn. Iets wat een boxkleed zijn, kan ook een vloerkleed zijn. Soms moet je even het materiaal aanpassen waarvan je het maakt. Zodat je een beter idee krijgt of het past bij het project wat je gekozen hebt. Dus die verschillende dingen, daar ben ik lekker mee bezig. Met het maken en met het beschrijven en met het wegen en met het meten en met het uitproberen. En ook helaas wel met het uithalen. Dat gaat nou eenmaal hand in hand ontwerpen en uithalen. Maar het is wel heel leuk om te doen. Dus welkom. En wat ik vanmiddag nog ga doen is met de hartjes aan de slag. We gaan 25 januari gaan we samen hartjes haken voor degenen die zin hebben. Wordt een workshop op donatiebasis in de avond. En dan kun je lekker meedoen. Dan zie je mijn handen en dan zie je hoe ik hartjes haak. En dan kun je gewoon gezellig ook wat hartjes haken. Of gewoon gezellig meeluisteren voor het geklets. Net zoals dat je nu misschien doet. Ik zie helemaal geen opmerkingen in beeld komen. Dat is een beetje opmerkelijk. Meestal zie ik jullie wel iets vertellen over wat je aan het doen bent bijvoorbeeld. Of zeggen er mensen hallo. Dus ik ga even kijken of er op de laptop wel opmerkingen worden laten zien. Of het aan mijn telefoon ligt. Of dat het nergens aan ligt en dat jullie gewoon heel stil zijn met z'n allen. Dat kan ook. Jullie zijn denk ik gewoon heel stil met z'n allen. Ja, nu zeggen de mensen hoi, hoi, hoi. Oh, wat leuk. Wat gezellig dat jullie er zijn. Helene is er ook weer eens live bij. Iemand ziet niks. Dat is natuurlijk jammer. Ah, toch wel. Nou, Gerda, fijn dat het toch lukt. Welkom, welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Hartstikke gezellig. Irma is granny's aan het haken. Leuk, Irma. Ik had al een beetje gespiekje met hele kleurrijke granny's aan het maken. Zag ik op je Instagram. Superleuk. Allemaal verschillende kleurtjes. En ik heb vandaag ook iets gemaakt. En ik ben zelf echt, ik vind hem te schattig. Gisteren heb ik hem al even laten zien. Toen was hij nog niet helemaal af. Maar vandaag is hij wel helemaal af. Nu kan het filmen gaan beginnen. Maar het uitschrijven is gelukt en het haken is gelukt. Ik vind hem super schattig. Het is een vosje rammelaar. Of een poesje rammelaar. Of een, weet ik niet. Maar ik vind hem in ieder geval echt heel erg leuk. Ik hoop dat jullie hem ook heel erg leuk vinden. Wordt onderdeel van de haken voor de baby cursus. Zit een heel zacht rammeltje in. Je kunt natuurlijk een harder rammeltje ingooien. Maar super leuk vind ik hem. Ik hoop jullie ook. Wat een beetje zenuwachtig als ik dit soort dingen laat zien. Die komt dus in ieder geval als een van de patronen in de haken voor de baby cursus. Deze komt als een van de patronen in de haken voor de baby cursus. En wat heb ik hier nog meer liggen? Deze ook. Ook zo'n heerlijk, heerlijk retro project. Dus allemaal verschillende dingen komen erin. En vooral het vosje vind ik echt heel erg lief zelf geworden. Het is altijd een beetje spannend of het een beetje leuk wordt. Maar ik vind hem heel erg leuk. Dus hij komt erin. Ik ga er nog bij uitleggen van goh, als je hem bijvoorbeeld in het grijs maakt, dan is het meer een poes. Dat heb je snel met poppetjes.
En je kunt nog ronde oortjes maken, zal ik denk ik ook uitleggen. Dan krijg je meer een beertje als je bijvoorbeeld bruin maakt of zo. En ook door met de kleuren te spelen in het kopje krijg je ook eigenlijk weer een ander beestje. Dus je kunt met een vrij simpel, ik vind hem redelijk simpel, basispatroon kun je allerlei verschillende beestjes maken als je dat zelf leuk vindt. Wordt gevraagd wat verandert jullie erin. Ik heb er nu gewoon een belletje in gedaan. Die had ik nog van de kerstcall over. Dus die zit er nu in. Ik wilde vooral niet al te veel. Het wordt hier het vierde kind. Ik denk eigenlijk dat dit kind al wel genoeg herrie om zich heen heeft de hele dag. Dus ik dacht, ik kies niet voor iets met heel veel herrie. Maar je hebt in ieder geval bij verschillende hobbywinkels heb je ook echt van die rammelschijfjes. En nou ja, allerlei verschillende dingen die geluid maken. Let er daarbij wel een beetje op dat het heel goed in het poppetje of materiaal zit. En dus zodat het niet er per ongeluk uit kan komen vallen. En dat een kindje zich er niet in kan verslikken. Dat is ook de reden dat ik alles heb geborduurd. En niet heb geen veiligheidsoogjes heb gebruikt. Want ze heten wel veiligheidsoogjes, maar niet iedereen is het erover eens of ze nou echt daadwerkelijk veilig zijn. Want als een kind er heel lang op zou kauwen of zo, dan zou er een stukje vrij kunnen komen. En een andere reden om dat niet te doen is omdat je dan weer extra spullen moet kopen. En gewoon borduren is fijn. Ik heb ook het sjaaltje helemaal vastgenaaid. En ga ook in de cursus uitleggen hoe je dat moet doen. Want ook dan zorg je weer dat het niet per ongeluk loskomt. En dat er geen kleine vingertjes in vast komen te zitten en dat soort dingen. Dat is natuurlijk helemaal aan jullie als jullie de cursus lekker gaan doen. Of je je daar wel of niet aan houdt. Die vrijheid geef ik jullie. Maar ik probeer er wel een beetje bij uit te leggen wat ik weet van veiligheid. Ik heb natuurlijk geen keurmerk voor veilig babyspeelgoed of zo. Was ik niet van plan om te halen. Dus daarin moeten jullie echt je eigen verstand ook vooral gebruiken als je de babycursus mee gaat doen. Eigen verstand eerst, zeggen we dan. Nou, deze moet nog een klein hoekje. Ik heb weer garen binnengekregen. Dit moet nog zo hier tussen en dan is die vierkant. Of rechthoekig eigenlijk. Dan weet je dat hij daarna kan hij de rand gaan krijgen. En dan kan ik het allemaal filmen. En dan heb ik mooie, kan ik voor mooie foto's maken als het een keer mooi weer is. Of als de box staat, als we die voor die tijd al hebben, maar dat weet ik eigenlijk niet. En anders dan vraag ik even bij iemand met een baby van hallo, mag ik even wat leuke foto's bij jou binnenmaken van verschillende projecten. En als ik een beetje wat foto's heb van zo 4 of 5 projecten die in de cursus komen, dan kan de cursus ook online. Dan krijg je, hebben jullie alvast een beetje een idee van wat je nou eigenlijk koopt als je de cursus koopt. Al vind ik een beetje een verrassingselement ook altijd wel weer leuk. Hou ik van verrassingen. Dus ik denk niet dat je alle 10 projecten al te zien krijgt voordat je de cursus koopt. Tenzij je de cursus koopt als die alles afgelopen, want dan kun je gewoon meekijken met wat andere mensen al hebben gemaakt. Dus dat is zo'n beetje het idee. Het wordt een afwisseling van wat praktische dingen, zoals een tas om spullen in te doen en een opbergmandje. En een vloerkleed en ook wat gezellige dingen, zoals een rammelaar en een dekentje. Dus die afwisseling zit er wel een beetje in. Zowel grote projecten dus, zoals bijvoorbeeld een deken, als kleine projecten, zoals bijvoorbeeld een rammelaar. Zo heb je een beetje afwisseling. Er wordt gezegd dat ik steeds stilval. Is dat voor meer mensen een probleem? Kan het ook niet echt vinden. Nanoek zegt het boek Lappenpoppen haken. Ja, dat kan je ook heel leuk doen. Ik ga niet in mijn haken voor de babycursus patronen uit andere boeken maken natuurlijk, hè? Dat mag niet. Maar je kunt zeker ook uit andere bronnen hele leuke dingen maken voor kleine kinderen. Er bestaan prachtige boeken en patronen en collega-hakers die hele schitterende dingen weten te maken. Dus, Jannie zegt hoi en er zegt iemand iets wat ik niet kan verstaan. En Monique zegt ik hoor je goed. Nou, gelukkig. Soms helpt het om even offline te gaan en dan weer online te gaan. Ik besef me dat dit het equivalent is van zit de stekker er wel in. Maar als bij mij een livestream het wel eens niet goed doet, dan moet ik dat soms doen of de wifi aanzetten in plaats van de data of zoiets. Dit is wel zo ongeveer zover als mijn computerkennis gaat. Dus als je daarmee niet is opgelost, dan weet ik het ook niet. Ik ga vandaag ook nog de nieuwsbrief schrijven die er vrijdag weer uitgaat. Dat duurt bij mij altijd even voordat ik hem leuk heb ingericht en leuke fotootjes erin heb gedaan. Dus die komt vrijdag weer jullie kant op voor de mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Daar deel ik altijd eventjes een klein stukje persoonlijke tekst over wat ik die week gedaan heb. En dan wat er die week op de website online gekomen is.
En soms een overzichtje van deze 5 hoedjes zijn leuk of iets in die trant. Dus dan weet je dat er aankomt. In de haken voor de babycursus denk ik wel dat ik een pagina ga maken met een overzicht van goh, dit kun je allemaal nog meer voor de baby haken wat op de Mooi Gebaar website staat. Er worden nu verschillende voorbeelden genoemd, ook van Jess Huff bijvoorbeeld. Zodat als je aan de patronen die in de cursus zitten net niet helemaal genoeg hebt, dat je nog wat ideeën hebt om verder te gaan. Maar ik denk eigenlijk dat er in de cursus al heel veel hele leuke dingen komen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Het gaat me denk ik nog steeds lukken om dat half februari eruit te gooien. En dan moet je natuurlijk nooit al te hard zeggen. Want het zal maar net gebeuren dat je dan toch corona krijgt of een andere ziekte. Of heel vroeg bevalt of whatever. Maar ik ga mijn best doen voor jullie. Het lukt in ieder geval tot nu toe allemaal wat ik wil doen. Dus dat is fijn dat het vosje ook weer af is. Dat schept een hoop. En dat deze deken nu bijna af is. Dat helpt ook ontzettend. Want ja, die moest wel even af. Is voor de foto's leuker. Voor de uitleg is het vaak helemaal niet nodig om echt een hele deken af te maken. Maar voor de foto's ziet het er zoveel leuker uit. Dan krijg je toch niet echt een beeld van hoe valt een deken als ik maar zo'n lapje maak. Dus daarom is het dan toch leuk als je een heel voorbeeld hebt. Dat maakt het met sommige projecten wel lastig. Ik ben bijvoorbeeld ook met een mozaïekhakencursus bezig. Die komt na de babycursus. Misschien dus ook pas na mijn baby. Maar ja, voordat ik bij Mozaïek echt mooie dekens gemaakt heb als voorbeeld. Dat is best lastig. Want het kost gewoon heel veel tijd om Mozaïek te haken. Dus misschien dat ik daar nog wel eens een keer een legertje testers op los wil laten of zo. Dat elke tester een ander getekend patroontje krijgt van Mozaïek haken. En daar dan een deken van maakt. Want ik zit vol met leuke ideeën. Maar ja, Mozaïek haken gaat ook gewoon niet zo vlot. Ik zou het eens kunnen proberen of het met dit garen ook gaat, het mozaïek haken. Dit is de Durable Double 4 en dat haakt op haaknaald 5, dus dat schiet op zich wel lekker op. Dan heb je wat sneller echt een deken. Dus misschien dat ik daar nog iets mee doe. Er wordt gevraagd of ik al weet of het een jongetje of een meisje wordt. Ja, het wordt een meisje wat er in mijn buik rondzwemt. Het is een meisje, in ieder geval. Dat is op de echo gezien. Heel soms hoor je nog dat het niet goed gaat. Of niet wel goed gaat, maar dat het verkeerd wordt gezien. Maar deze keer was het. Wij vonden het heel duidelijk in beeld dat het een meisje werd. Dus we krijgen een derde dochter. Dus ons zoontje wordt de enige naamdoorgever. Maar misschien ook wel niet. Want tegenwoordig zijn er ook genoeg moeders die hun naam aan hun kinderen doorgeven. Dus, en ik moet zeggen, mensen maken er altijd een heel ding van of het een jongetje of een meisje is. Maar mijn meiden die verschillen veel meer dan dat mijn jongste meisje en mijn zoon met elkaar verschillen. Die zijn veel meer twee handen op één buik. Dus ja, misschien wordt dit meisje weer heel anders. Daarvoor maakt het niet zoveel uit of ze een meisje of een jongetje is. Maar wat we nu weten is het een meisje. En we gaan vrijdag hebben we weer een echo. Dus dan mogen we nog even één keertje van binnen spieken. En daarna is dat wat mij betreft ook wel goed. En ik blijf gewoon nog best een hele tijd lekker doorwerken. Ik doe het echt rustig aan. Soms krijg ik dan van mensen berichtjes van, oh, er komt zoveel online en gaat het dan wel goed? Ja hoor, ik lig ook echt gewoon elke werkdag eventjes even plat. En ik doe het rustig aan. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk. Lekker voor jullie aan het prutsen. Hele lange lappen tekst vertalen vind ik niet per se heel leuk. Maar ja, dan is het resultaat alweer heel leuk. Bijvoorbeeld de Harbor Call, die berichten zijn super lang. Maar ja, het geeft ook alweer een sfeertje of zo. Dus dat doe ik dan toch maar. En ja, zijn die van die dingen. Irma zegt nog, durable haakt fijn, maar is wel duur. Dat is zo, deze durable double 4 is gewoon best wel prijzig garen. Ik ga je ook absoluut niet verplichten in de babycursus om ook maar wat voor garen dan ook precies aan te schaffen. Ik zeg er gewoon steeds bij, van ik kies hiervoor. En als ik daar een hele goede reden voor had, dan zal ik er ook zeggen waarom ik daarvoor kies. Bijvoorbeeld bij een vloerkleed of een badmat of zo zou ik voor 100% katoen gaan. Omdat je het kunt wassen. Dat is toch grotere kans dat het vies wordt. Terwijl ik bij een grote babydeken weer niet zo snel voor 100% katoen zou gaan, omdat het dan heel zwaar wordt. En sommige mensen vinden dat juist een goede reden dat het een lekkere zware deken is. Dus nou ja, zo zal ik mijn eigen redenen daarbij opschrijven. Maar zeker ook het helemaal aan jullie laten om er iets anders van te maken. Dus, er zijn al wat mensen die zeggen ik wil wel wat testhaken. Nou, misschien moet ik daar maar eens goed over nadenken. Want het is wel, dat mozaïek haken is echt gewoon heel leuk. En het is niet zo heel moeilijk om wat patroontjes bij elkaar te plempen. Maar ja, om dat dan op een leuke manier te laten zien. Van hé, zo wordt het als je hier een deken of een sjaal of een tas of weet ik veel wat van maakt.
Kost mij gewoon veel tijd. Wat wordt er testgehaakt? Nou, ik had het er even over dat ik voor de mozaïekhakencursus bezig ben voor na de babycursus. En misschien al wel eerder gewoon voor de mensen die nu in de club zitten, dat ik de gewone mozaïekhakentechniek uitleg en de interlocking mozaïekhaken uitleg. Maar ja, dat uitleggen, dat kan ik ook wel op zo'n heel klein lapje. Alleen dan heb je niet echt een beeld van, hey, zo zou het worden als ik er een deken van maak. Of zo zou het worden als ik er een sjaal van maak. En dat willen mensen toch vaak wel, dat je een beetje een beeld krijgt van zo wordt het. En dat snap ik heel goed. Maar dat is dan wat mij heel veel tijd kost. Want het uitleggen van zo'n lapje, dat kost ook veel tijd, maar dat is op een gegeven moment klaar. Maar dan het maken van een heel project om te kunnen laten zien van, hey, dit zo wordt het eindresultaat, dat duurt dan wat langer. Dus ik was even aan het brainstormen of hardop aan het nadenken van, goh, misschien kan ik dat wel eens gewoon aan wat andere mensen vragen die techniek al onder de knie hebben en die dat leuk vinden om te doen en te delen. Dan zoiets. Zoiets. Ik had dus al mijn draadjes niet braaf afgewerkt voor deze deken. En toen dacht ik, nou, als ik met jullie aan het bellen ben, dan moet ik maar gewoon eventjes die draadjes allemaal netjes wegwerken. Ja, heb je soms, hè? Doe ik vaak, hoor, dat ik de draadjes even bewaar voor een moment dat ik een lang telefoongesprek heb. Of dat er iets is wat ik wel wil kijken, maar waar ik eigenlijk niet echt naar hoef te kijken. Zoals een persconferentie of zoiets. Dan heb ik vaak draadjes om weg te werken. En ja, och, een pinguindeken, Annemarie. Ik heb ook een hele leuke pinguindeken gezien. Er was helemaal zwart-wit en er waren een paar pinguïns met sjaaltjes. Dat was inderdaad ook mozaïek. Was superleuk. Echt heel gaaf was die. Heel erg schattig. Ja, je kunt met mozaïek haken zoveel kanten op. Het enige wat je moet doen is pen en papier pakken en vakjes kleuren. En dat ga ik dus ook uitleggen in de cursus. Van hoe kun je nou, als je zelf een idee hebt van ik wil wel iets met hartjes of ik wil iets met pinguïns of ik wil iets met poezen. Hoe kun je dan zelf zo'n idee op papier krijgen? Dat is vaak het lastige niet. Het lastige is vaak het daadwerkelijke haken. dit is katoen. Ja, ik ben hier met katoen aan het haken. Dat gaat niet over dat mozaïek haken trouwens. Mozaïek kun je met alles haken. Maar dit is, ik vind het echt wel heel lekker spul. Ik kende het helemaal niet, maar nu ken ik het wel. Gerbil Double 4. 100% katoen van Gerbil. Het is een arangare medium. Voor haaknaald 4,5 of 5. En het is 60 graden wasbaar. Dat was eigenlijk een van de grote goede redenen om te zeggen, dit gaan we doen. Want dat is met kleine kindjes überhaupt fijn. En onze huidige middelste was een spuuger. En dan is het heel fijn als dingen goed in de was kunnen. Als je ze ook heet kunt wassen. Want ik had bij haar heel vaak van die hele lieve, kleine, zachte, merino wollen dekentjes. Nou, die kon je op het gegeven moment echt bijna rechtop zetten van hoe smerig ze waren. Dat kreeg je er met de wolwas in de hand. Als ik daar de energie over vond, gewoon ook niet zo goed meer uit. Dus nu even wat goede katoenen projecten voor de volgende. Zul je zien dat deze nooit spuugt, dat weet je natuurlijk nooit. Maar goed, goed kunnen wassen is nooit een bezwaar. Het enige bij deze is weer mogelijk, dus daarom denk ik dat ik hem als vloerkleed in de cursus stop. De gaten zijn vrij groot. Dus ik weet niet of een kindje hier last van zou kunnen hebben met vastzittende vingertjes. Nou liggen ze bij ons eigenlijk nooit zonder dat wij erbij zijn. In een kinderwagen of in een bedje. Niet met dit soort dingen in ieder geval. Dan liggen ze met een slaapzakje aan. Maar goed, dat zet ik er dus bij. Dat is iets om op te letten. En sommige mensen boeit dat niet zo. En andere mensen zijn er heel voorzichtig mee. En weer andere mensen zeggen, joh, kinderen slapen al 500 jaar onder gehaakte dekens. Zo vaart zal het wel niet lopen met die vingertjes. Dat laat ik aan een ieder. Er wordt gevraagd naar een kaboutervest. Mia, ik weet niet waar je het over hebt. Volgens mij heb ik geen kaboutervesten. Moet ik even heel diep nadenken wat je daarmee zou kunnen bedoelen. Waar heb je daar iets over gezien, gelezen, gehoord? Want ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Misschien ben ik in de war, heb ik dementie. Misschien ben jij in de war, was het een andere haakster. En misschien weet iemand wel van, oh, maar daar bedoelt ze dit mee. Dan hoor ik dat graag. Ik heb het er een beetje warm van, jongens en meisjes. Het is hier lekker warm. Oh, een elfenvest. Ja, voor volwassenen.
Die staat gewoon op de website. Het elfenvest staat gratis en als kooppatroon op de website. Het kooppatroon, dan steun je mij en Moral Fiber en dan heb je geen advertenties. Maar het gratis patroon staat er ook, als je eerst wil weten of het wat voor je is. En van Moral Fiber zijn allerlei andere hippie-achtige patronen. Ook een priestess code en dat soort dingen. Die staan allemaal op eenmooigebaar.nl/moralfiber. Dat is, even kijken, ik kan het hier ook wel even typen, denk ik. Even kijken, kan ik hier typen? Nee, ik kan hier nu niet typen. Nou, Moral Fiber. Ik zal het zo anders even typen als ik je vraag terug kan vinden. Die staat dus op de website. In maat small tot 3XL volgens mij. Met tegenwoordig ook allerlei leuke extra's. Binnenzakjes, buitenzakjes, een riempje eromheen, een korsetsluiting, een korte puntmuts, een lange puntmuts. Nou, het is echt super uitgebreid dat patroon. Het enige waar we nog allemaal met zwart op wachten is totdat ze kinderversies van het patroon maakt. Daar is ze nog niet mee klaar. Ze is hem zelf gewoon over een beetje zat, het patroon, omdat ze er al zoveel varianten van gemaakt heeft. Maar die kun je dus wel vinden. Als je dat zou willen. Dus. Nou. Hey. Wat ook nog online komt vandaag of morgen is het volgende deel van de Texture is Everything call. Catty, die net ook online was, ik weet niet of ze er nog is, heeft daar de vertaling weer voor gedaan. Maar die zei wel, ik haak liever dan dat ik vertaal. Dus de volgende delen die moeten weer even bij mij op mijn to-do-lijstje erbij komen. Dus mocht je daar met zwart op zitten wachten, geef me dan even een gil. Ik weet niet of er nu mensen bezig zijn al met de Texture is Everything call. Hele leuke, hele mooie reliefsteken in super zoete, schattige kleurtjes van KAME Crochet. Komt dus vandaag deel 3 van online, dus als je wil kun je al wel beginnen. Maar voor de volgende delen zitten denk ik steeds 2 weken tussen. Voordat ik weer aan de beurt ben. Hey! Ik ben de bank uitgevist. Wat fijn, lievertje. Dankjewel. Mama is even tegen allemaal andere mensen aan het kletsen. Had jij een mooie gevonden? Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, die andere mensen die kun je niet zien, maar er zijn hier allemaal hele kleine plaatjes bovenin. Nu kunnen ze jou ook niet zien. Allemaal hele kleine plaatjes bovenin. Dit is Lena. Lena is ons middelste kindje. En die is 5. Hi. Dankjewel voor de haaknaald, lievertje. Dankjewel. Ga je weer lekker spelen beneden? Ga je weer lekker spelen, liefie? Ja. Oké, veel plezier. Nou, dan heb je ineens even een kind in beeld. Blijkbaar hebben ze beneden onder de bank opgeruimd en kwamen ze een haaknaald tegen. Die kwam ze even brengen. Gebeurt jullie vast nooit, hè, dat er ergens een haaknaald rondslingert in je huis? Of wel? Het gebeurt hier vrij regelmatig en van de meeste heb ik er ook wel. Van verschillende merken dan meerdere maten. Dus uiteindelijk als ik hem dan niet kan vinden, dan kan ik eigenlijk vaak nog wel verder. Al moet je eigenlijk niet wisselen tussen maten. En zelfs zeggen mensen niet tussen hetzelfde merk. Omdat je al heel erg veel met één haaknaald gehaakt kan hebben. En dat die dan gesleten is. En dat er dan echt verschil in zit. Nou, ik moet zeggen, volgens mij maak ik nou ook weer niet zoveel kilometers. Maar je weet het niet. Dus meestal kun je maar beter doorgaan met de haaknaald waar je mee bezig was voor dat project. Ik ben blij om te lezen dat jullie eigenlijk ook wel eens dingen kwijt zijn. Behalve Evelien. Evelien, heb je de gouden tip? Hoe raak je dat nou niet kwijt? Hoe ligt die nou nooit op de grond? Ach, Martine, dat is ook vervelend. Een haakboek met bijbehorend garen kwijt. Hopelijk nooit in de trein aan zitten haken of zo, dat hij echt ergens echt kwijt kan zijn. Denk je dat hij nog wel in huis is? Lastig. En een matrasnaald. Ja, 25 centimeter. Ja, dat is wel zonde, ja. Nou ja. Ik heb het ook wel eens gehad, dan kon ik mijn haaknaald echt niet vinden. En dan dacht ik, nou, dan bestel ik een nieuwe. En dan vond ik de verzendkosten zo zonde. En dan bestelde ik er dan toch maar allemaal garen bij, wat ik eigenlijk nog niet nodig had. En dan bestelde ik de haaknaald. En dan nog voor het binnen was, dan vond ik de haaknaald alsnog weer terug. Dat was echt een beetje een stomme actie. Maar inmiddels heb ik eigenlijk van bijna alles wel, van elke maat wel een reserve, als ik er eentje kwijt ben.
En ik probeer ook wel wat beter op te ruimen. Want ik heb nou allemaal van die kleine mensjes die met me meekijken. En dan kan ik wel op hun mopperen van ruim je zooi eens op. Maar ja, dan moet mama dat ook doen. Ja. Dus ik word er wel iets beter in, zo langzamerhand, in het opruimen van mijn eigen spullen. Het is nog niet echt heel denderend, maar het wordt wel beter. Het zal de nesteldrang zijn. Nou, ik vond het weer heel gezellig om eventjes tegen jullie aan te kwebbelen. Ik ga weer even wat werk doen. Ik ga ook even kijken of ik deze video's op een makkelijke manier op YouTube kan zetten. Soms komt het verzoek van ik wil ze wel allemaal achter elkaar kijken. Of ik wil er een paar achter elkaar kijken. Maar dat gaat zo onhandig via Facebook, want dan moet je zo eeuwen terugscrollen. Dus ik ga kijken of ik dit soort kletsmomentjes ook op een makkelijke manier op YouTube kan zetten. Dan kan de liefhebber daar terugkijken. Ja, ik ging foto's tonen van mijn opgeruimde bureau, maar dat is mislukt. Althans, hij was opgeruimd en toen begon ik met... Hij was alle kerstgebaardingen waren eraf. En nu liggen er dus allemaal babygebaar. Nou, even in de flits, hè? In de flits. Daar staat een doos van Caro's, er ligt een deken en allemaal garen. En er ligt al mijn afgewerkte draadjes van vandaag. En hier ligt mijn toetsenbord en dat ligt dus helemaal onder allemaal wol. En nog meer wol, daar ligt nog een toetsenbord ook al helemaal onder allemaal wol. Snap je? Nou, daar werk ik dan. Heb je even een blik gehad in mijn hilariteit. En dan zeggen mensen wel eens dat de website onoverzichtelijk is. Trouwens, daarover gesproken, als je nou iets tegenkomt op de website waarvan je zegt, hey, ik wist helemaal niet dat je dit patroon had of ik kon het niet vinden, geef me dan even een geel. Want ik heb een hele grote website, er staan meer dan 1000 dingen op en ik kom gewoon zelf niet elke dag op allemaal, elke pagina. Daarvoor zijn het er gewoon te veel. Maar zeg je nou van, hey, ik was eigenlijk op zoek naar een Attic 24 patroon, maar ik kon het helemaal niet vinden, maar je hebt het wel op de website staan. Geef me gewoon even een seintje, dan zorg ik dat hij er beter op komt te staan. Of zeg je nou, ik wil eigenlijk wel een overzicht van alle omslagdoeken. Geef me even een seintje, dan maak ik een omslagdoekenpagina. In die zin is het gewoon handig als we daar samen een beetje naar kunnen kijken. In plaats van ik alleen. Ik heb net ook weer allemaal spelfouten, typfouten gehaald uit het patroon. Ik kan bijvoorbeeld het woord volgende, kan ik niet typen, dat woord vochlende. Ik weet niet waarom. Gebeurt echt 100 keer per bericht. En ik kwam dus laatst vandaag weer een bericht tegen waar ik 8 keer vochlende heb aangepast naar volgende. Nou snappen jullie vochlende vast ook, maar dat staat zo Zweeds. Dus dat soort dingen mag je ook altijd doorgeven. Ja, volgende. Ja, ik kan dat dus niet schrijven. Dat woord vochlende. Dus anatomisch vast iets mis met mij. Nou, ik vind jullie allemaal schatjes. Ik spreek jullie allemaal gauw weer. In ieder geval 25 januari voor de workshop hartjes haken. En misschien daarvoor nog wel. En deze ga ik in ieder geval lekker filmen en uitwerken. En dan komt hij voor jullie in de babycursus, want hij is zo schattig. Doeg! En de berichten liever via Facebook dan via e-mail als het kan.